Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Harmony Cage Lock met Sander van Gaming is Boo. Hoi. Hi, vet intro momentje vandaag Sander. Ja, vond ik ook. Ja, heel cool. Ja, echt heel vet. Ik ben zo blij, ik denk dat dit de beste is die je ooit gedaan hebt. Dat vind ik leuk. Dat vind ik heel leuk. Ik heel ziek, of niet? Hey, een Crawdaun. Ik heb inmiddels trouwens een Shiny Floatzel, dan weten mensen dat thuis ook. Dan heb ik even tussen de aflevering door even gevangen. En, oh, ik kan niet wegrennen. Help. En Sander die is eventjes zijn gelato aan het evolueren, of niet aan het evolueren, ja misschien ook wel aan het evolueren zo trouwens. Misschien zo wel, ja. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Oh yeah, jee, double battle. Never knowing. Oh, daar gaat hij. Hij is evolving. En wat wordt hij? Hij wordt een dubbel ijsje. Nog niet eens. Oh, kijk. Het is een ijsje. Het is echt een ijsje. Hoe wordt hij ook weer een dubbel ijsje? Ook op level? Oh ja, het is een Gen 5 Pokémon. Ja. Dus waarschijnlijk bij level 60 of zo. Ja, zoiets. Heel, nee, dat zeg ik wel, maar. Ja. Ik vecht nu tegen Jordi's tweede lievelingspokémon. En dat is geen grap. Furfru is het dan dus niet. Oh, ik ben alweer de Pokémon kwijt. Wat? Echt, hè, je let eventjes niet op. Hoe dan? Ja, die Hariyama, die is super effective op allebei mijn Pokémon. Kutzooi. Hoe kan ik zo nou rustige spelletjes spelen, Milan? Ik denk dat dit echt... Ik heb het vaker gezegd, maar ik denk dat dit echt het einde wordt. Je hebt het wel vaak gezegd. Ja. Yo! Hey, geel ijsje. Ik een bananenijsje. Ja. Gelato. Zo, nou, ik ga ondertussen... Een dubbel gelatine boy. Fixen. Kabooming. Zo, die hebben we eventjes mooi verslagen. Ja, en dat was het intro momentje voor vandaag. Jezus. Kabooming. Kabooming. Zo. Oh, ik heb een poging tot level 50. Niet aan mij. Ja, daar gaat Ferrothorn. Kabooming. Nee, dat meen je. Maar ja, dat meen ik. Ik je kan niet nog... doen. Dewgong, hè? Ja. Nee, Floatzel. Ga je dit overleven? Ja, net aan. Aqua Jet is priority. Okay. Leuk spel. Okay. Ja, nee, het is super leuk spel. Hey, ik wil wel weten hoe Toppoes eruit gaat zien. Ik ook. Blijf gewoon vrolijking. Geen Milan Salt in de chat. Geen Milan Salt in de chatting. Wel na deze battle, want ik denk dat het na deze battle af is. Als hij... Als hij? Als hij een goede Pocket Monster hebt, dan wordt het feest. Ja, dan... Oeh, dit is mijn Azurleaf Paralysis. Ja, nee, toch wel. Milan, please don't get dood. Wat I moeten think we dan I'm doen vanavond? 2v2. Nee, nou. Jordi kan niet. Nee, Jordi kan niet. Dan zal ik vanavond opnames met Jordi namelijk. Sad. Misschien kunnen we, weet ik veel, Mario Party online spelen of zo. Nou... Nou, we vinden vast wel iets leuks om te doen. Maar we moeten niet zo zonde zijn, want je kan het gewoon nog halen, hè. Wie weet. Kijk, je doet zo'n sneaky raak wat je hebt. Het is over! Heb gewonnen! Sander heeft gewonnen! Ik vind het eigenlijk allemaal niet leuk winnen, zo. Jawel. Gefeliciteerd! Dank je. Sander heeft de Harmony Cage gewonnen. Echt... De mensen die mijn gedeelte van het scherm kijken, echt
kut aflevering. Ja, was het zo kut? Ja. Gaat hij een potje Dirty Dungeon spelen? Duurt fucking lang, omdat ik ondertussen ook Pokémon aan het spelen ben. Tip, doe geen twee games tegelijkertijd, jongens. Maat. Oh, dit is echt kut. Als jij gewoon even gezegd had dat dit de laatste aflevering was, dan had ik een ander intro momentje uitgevonden. Ja. Bedankt voor het kijken allemaal van deze serie. De volgende Pokémon-serie wordt groot. Het gaat wel even duren. Ik zal nog een andere serie tussendoor uploaden, want ik wil wel een klein voorraadje hebben aangezien. Het is al moeilijk om met z'n tweeën een moment te vinden om op te nemen. Laat staan om met z'n vieren. Ja. Maar er komt een leuk Pokémon-project aan. Ik heb er wel echt heel erg zin in. Sander heeft gewoon gewonnen. En Dick ook, want je stond al 4-3 voor. En je hebt ook nog eens gewoon nog Pokémons in de box die je kan gebruiken. Ja, dat klopt. Maar misschien met Cape Matches dat ik wel verloren had uiteindelijk. Want dat had nog gekund. Ja, dat had zeker nog gekund. Dus je weet het niet, je weet het niet. Maar gewoon officieel gewonnen. Met 5 punten officieel, omdat je quite out bent natuurlijk. Ja, dat klopt. Punt. Klopt. Wat een serie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Adios, amigos. Jojo.